doe jij? Maat, wat doe jij? Ik ben Elise en leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik ben onderweg naar mijn nieuwe auto. Ik krijg een nieuwe auto van mijn vriend en politie. Ik doe net alsof ik niks aan doe. Ik weet niet of je mag filmen in de auto. Wat denken jullie? Ik weet niet, ik word altijd heel fucking zenuwachtig als er een politieagent achter me zit. Ja, ik weet niet wat dat is. Dat is heel vreemd, maar want ik doe nooit wat fout. Ik stel nog niet een snoepje bij de kruidvat, maar als ik agenten zie, word ik altijd heel zenuwachtig. Oké, dit is een... Wacht. Ik ben dus weer terug naar huis, want ik ben alles vergeten. Luister dit, ik ga dus een auto op mijn naam laten schrijven. Maar wat ben ik vergeten? Mijn rijbewijs. Mijn kentekenbewijs. Mijn papieren van mijn auto. Ik bedoel, hoe wil je hem dan ook schrijven, Elise? Dus dit is mijn leven. Dan moet ik dus weer terug. Dus, snap je wat ik bedoel? Alles duurt bij mij 100.000 jaar. Omdat ik dus altijd alles vergeet. Dus nou ja. Maar hij is fucking mooi. Dus snel even die papieren halen, dan kan ik hem op mijn naam zetten. En dan kan ik lekker met mijn nieuwe wakkie. Dan kan ik weer lekker naar huis. Ik zit in mijn nieuwe autootje. Yeah. Hij is echt mooi hoor, maar ik moet zo wennen. Ik mag dus niet... Oh. Ik mag dus niet mijn linkerbeen gebruiken. Dat mag dus niet. Dus... Rem. Dus verder is alles goed, maar ik moet nog heel even wennen dat ik dus niet mijn linkerbeen mag gebruiken. Want dat was voor het schakelen, maar ik hoef dus niet te schakelen. Dus ik moet alleen remmen en gas geven met mijn rechtervoet. Weet je, ik trap dan weer met mijn linkervoet op de rem. Nou, als je dat doet, vlieg je dus door het ruit. Door het ruit? Dus ik moet niet mijn linkerbeen gebruiken. Ik heb dus niet geremd met mijn linkervoet. Dus ik leef nog. Ik ga dus nu eerst even werken. En daarna ga ik gelijk Bats ophalen. En dan gaan we naar de familieavond. Ja, wij hadden 's avonds een feestje van de ouders van Bats. Die gaven een feest voor al hun vrienden en familie. Dus ja, Nederlands muziek. Yay! Wij zijn nu onderweg naar een feestje met allemaal vrienden en familie. Dus ik heb er zin in. Wat ben je aan het doen? Ik ben helemaal geen eten aan het bestellen of zo, als je dat doet. Ik sta hier voor Bas. Ja, ik kan gewoon heel vrolijk worden van eten. Als ik aan eten denk, al word ik gewoon al heel blij. Hoor eens. Alles is warm. Hier. Ja, en toen begon de Nederlandse muziek. En nog meer Nederlands muziek. Ja, en toen kwam er dus eindelijk een goed nummertje die niet Nederlands was. En waar zat ik? Los op de wc. Dag vloggers! Uiteindelijk had ik zoveel op, maakte het me niet heel veel meer uit of het nou Nederlands muziek was, Turkse muziek, Marokkaanse muziek, Zweedse muziek. Elise!
was weer een leuke avond. Wat moeten we? Oh, ik moet komen daar en ik moet komen daar. Maar ik kom weer niet meer. Ik heb twee kanonnen. Twee kanonnen heeft hij. Hallo, dit is vlog 4. Goedenavond, dames en heren. We zijn bijna voorbereid op de nieuwe vlog, maar we gaan eerst even wat eten, want we zijn helemaal uit. Uitgehoord, sorry. Nou, dat was dus heel gezellig, maar we gaan nu naar huis. Ik ben dood. Dood ben ik. Ja, ik was dus echt dood. Ik had iets te diep in het glaasje gekeken. Dus de volgende dag waren Bats en ik ook echt heel moe. En hadden we besloten dat we eventjes naar Van der Valk gingen. Even uitbrakken in een hotel. Ik ga nu naar een hotel toe samen met Bats. We gaan naar Van der Valk, naar de Jungle Suite. Ik ben heel benieuwd. De vogel. Wat is het eigenlijk voor vogel? Toekan. Specht. Toekan. Toekan? Ja, wat is het anders dan? Wat is een toekan? Is dat die de valk? Een valk! Dat is fucking dom. Een specht. Van der Valk. Oh, is dat dom? Even, hij moet even uit. Een toekan. Het is een toekan en een specht, maar het heet Van der Valk. We hebben een tag geprint. Kijk dan, hangmat, alles. Ga je hier liggen? Ja, ik ga er zeker in liggen dadelijk. Kijk nou eens even. Twee. Het met beleid doen, Bats. Hier. Hier kun je niet eens in liggen. Hij zit verkeerd. Hij zit goed, man. Dat kan. Laten we nog één keer proberen. Jongen. Ga liggen, nou liggen. Ja, wacht dan. Ik moet met beleid. Hier, ik lig nu goed. Nou, dit is wel heel ontspannen, zeg ik je eerlijk. Bijbel. De Bijbel? In elk hotel een Bijbel. Ligt er een Bijbel in de Jungle Suite? In elk hotel kan. Alsof er hier een. Nee, joh! What the fuck? Kijk wat we op hebben. We zitten in de Jungle Suite en we hebben Roy Donders op. Is dat wat? Geen piemels voor Jan. Geen piemels voor Jan? Kijk, je ziet alleen je tanden. Mijn pluishaar. Dat kun je wel zien. Nou, een beetje raar om zo mijn vlog te stoppen. Maar ik had meer dan dit heb ik niet gefilmd. Na het bad waren we echt knock-out gegaan. Omdat we nog zo brak waren van de vorige dag. Dus, dit was het. Leuk weer dat jullie hebben gekeken naar mijn nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het even weten door op een duimpje omhoog te klikken. En je te abonneren natuurlijk. En laat even in een reactie weten wat je ervan vond. Doeg!